rechterhand Foxy. Hè? Ik laat het op. Het is een soldaat van ons, van Vanmar. Dat klopt. Ons, En van wie is deze troon? Hertog Jamie. Laat die zijn maar weg. Kan het met een gelijk je eigen naam er maar op, Cosmo. Hertog Jamie. Hertog. Jamie is niet meer. Cosmo. Zo. Dat past wel beter. Wow. Ja, kijk, Jelma die vocht jou, dus hij ziet jou als een onderdaan van jou. Hij zit daar te schieten op iets. Vast op monsters. Wat is hier? Ja. Panorama view. Mooi uitzicht is trouwens. Ja, het ziet er allemaal wel vredig uit hier. Alsof, maar ja, je zou het wel hier en daar wat aan moeten passen, want dat is een beetje positief vergeren, weet je. Ja, misschien wat meer vuur en lava en toch een beetje het Empire gevoel. Beetje Empire gevoel, ja, want het is een beetje poezige liefjes. En dat zijn we niet meer. We maken alles kapot. Nou, alles kapot of ook weer niet. waar ben je nou, Cosmo? Buiten hier. Oh. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik loop achter je aan en kijk maar voor rond. Wacht, hier kan ik niet naar beneden, moeten we denk ik hier langs. Even kijken hoor. Ik ga maar z'n water even weg doen, want... Ja, dat zou hier vast wel niet nodig zijn. Nee. Ik loop gewoon dwars door dit heen hoor, het maakt mij allemaal helemaal geen fuck uit. Oh, een klein afstapje, zo. Eens zien hoor, wat is en dit? Het is fijn dat jij ook iets water weg doet, dan kom je een beetje dreigend over voor die soldaten die jou nog niet kennen misschien. Nu loopt toch alleen die Jerry hier, maar mocht je toch nog iemand tegenkomen? Oké, oh! Een blacksmith. Nee, we zitten hieronder. Oh, lava. Oké. Dan ga ik niet invallen, ben ik nee. Niet. Ik wil niet als Jamie zijn die hier naar valt. Oké, maar we kunnen in ieder geval... Oh, nog meer lava. Zit overal lava? Ja. Nou, Cosmo, ik weet als je iemand straf wil geven en iemand dood hebben... Ja. Deze luik op gooien. Zo van, ga jij hier maar eens even opstaan. Hé, hey, soldaatje, ik heb hier een cadeautje voor je. Hup, luik open. Dat was je cadeautje. Nou, we hebben tenminste ook hier wat iron, dus we kunnen tenminste überhaupt wat tools en zo voor mijn mensen maken, als die het nog niet hebben. Ja. Goh. Dat geen iron armor, hè? Wel diamond. Hè? Ja, uiteraard, maar met iron tools kunnen we tenminste op diamonds zoeken. Klopt. Nou, hier kan op zich nog wel iets leuks gemaakt worden op zich. Ja. Hier kan je misschien nog iets leuks, weet ik veel, iets van iets een tuintje, maar dan dat dreigend tuintje misschien. Ja, precies. Even kijken hoor. Nou, deze bos. Deze bos mag eigenlijk eerlijk gezegd wel in de fik, vind ik. Ik zou bijna zeggen leef je uit, maar dat doen we niet. Nee, ik heb ook even in de steelbaan, dus ik kan ook niet zoveel. Even zien. Oh, ze hebben hier ook een schietbaan. Aha. Ja, die volgt ons aan de tijd, hè? Ja, dat is een goed iemand. Hij, of hij is misschien een beetje nieuwsgierig, houdt me in de gaten, dat kan ook. Ja, nou, misschien ziet hij jou als bewaker, of ik bedoel als hertog. Ik moet toch een beetje wennen dat je een hertog bent, hoor. Hij zit in ieder geval wel goed te trainen. Nou, Eddie weet je wel, als je op missie gaat, weet je wie je mee moet nemen. Ja, sowieso. Oké, hier kan je gewoon lekker een huisje, denk ik, gewoon lekker praten en zo. Nou ja, nou Cosmo, hoe vind je het? Nou, ik vind het echt, ik vind het fantastisch. Hé, hier loopt een pad. Even kijken waar deze pad heen loopt? Ja, is goed. Ik bedoel, ik weet hier net zoveel als jij. Niks. Ja, eerlijk gezegd ben ik hier nooit geweest. Ik wist dat Jamie hier mee bezig was, maar op zich ben ik hier nog nooit geweest. Ik had er nooit tijd voor. Druk raad geven zaken. Ja, ik ben eigenlijk nooit verder gekomen dan de troonzaal te bewaken en daar een beetje rond te houden. Ja, je bent wel eens vistaren geweest met ons. Ja, maar dat was een beetje koud. Ja. Van is eiland, hè? Ja. Waar Leon nog steeds zit. Maar ja, ik moest mee, hè, om de koning natuurlijk te bewaken. En mij natuurlijk. Dat is waar. Even kijken, oh, je hebt die motten. Lekker wel, hè? Ja, neem gewoon mee, joh. Je doet me denken aan de oude Jenava-motten, wat we vroeger in oud van waren. De oude Jenava. Maar dat heb jij toen niet meer meegemaakt. Nee, toen zat ik er nog niet in. Toen zat je nog ink? Nee, even kijken. Hier woont denk ik iemand. Ja, de kerst is leeg. Oh. Ja, voor mij is hier niet veel meer te halen. Er zijn wel wat huizen. Ik ga even de tafel dansen. Ja, doe maar. Van mij mag je. Ik bedoel... Waarom sta je in de fik? Even kijken. Wat is dit eigenlijk weer voor gang? Kijk hoe diep dit is. Wow. We zijn hier vast bezig. Ik kan hier wel iets leuks van maken. Ze zijn hier vast bezig met dingen nog te maken, joh. Want heb je misschien weet je al iets van wie iets mee te doen? Iets van plannen of? Nou, misschien even kijken. We kunnen hier misschien sowieso wat huisjes neerzetten. Sowieso mijn koninklijk huis waar ik gewoon kan slapen s'nacht. Want ik slaap niet in de troonzaal.
een mooie tuin erbij aanleggen. Ah. Ja, niet een vrolijk tuintje. Een tuin met lava. Oké, dat is mooi. Pas beter. Oeh, valt er bijna in. Niet erin vallen, maar ik ga niet eruit vissen hoor. Je moet er maar zorgen dat jij er zelf uit gaat. Ik laat je lekker zitten als je erin valt. Even kijken hoor, nog een huisje. Oké, ze houden voor mij wel van lezen. Dat is wel... Hey. Hier zijn dus twee boeken van je naven geschrift. Ik mis al twee boeken in ieder geval maar. Sorry. Nee, je hebt hier geen zorgen te zeggen. Je hebt toch Jamie weer natuurlijk, hè? Dit water is groen. Ik zat erin. Dat, is, dat water moet eens een keer vervangen worden. Het was van Jamie ik geweest. Ik denk dat van Jamie erin. Oké. Okay. Even zien. Waar kunnen we nog heen hier? Ja, ik denk dat ik jou nu hier eentje laat. Ik ben terug om naar Fama, voordat koning Shaman weer zich in de nesten werkt. Ja, doe dat dan. Ik kijk hier rond. Met zijn eiwand, want hij heeft ook het ziekenhuis opgeblazen gehoord. Ja, dat heb ik gezien. Dat was geen pretje. Dus en we moeten ook een nieuwe wachter aangeven, want we hebben nu alleen maar nog Mike en Quacks. Daarom. En ik heb hier Jerry, dus die zal mij vast wel beschermen als er iets aan de hand is. Je moet er wel een beetje kalmeren, want hij redt wel een beetje te veel. Ja, maar hij is misschien nog een beetje, Hij is een beetje misschien een paniek, misschien. Ja, een beetje wennen, weet misschien niet helemaal wat er aan de hand is, hè. Want hij misschien wacht hij nog wel op Jamie, misschien weet hij het nieuws nog niet, want het is zover. Ja, maar ik moet zeggen, hij volgt ons wel de hele tijd, ja. Dus hij ziet toch iets. Ik ga straks wel even met hem praten, want ik ben benieuwd. In ieder geval, raadgever Dennis, hartstikke bedankt dat je me heen wil brengen en eventjes een stukje hebt meegekeken. En ik hoor het nog wel binnenkort van je. Ja, we spreken elkaar snel. Ik zou aan Corinne van Wout doorgeven dat je verder bent aangekomen. Is goed, dankjewel. Hey, succes. Dankjewel.